Ik ben hier op Papendal, het kloppend hart van de Nederlandse sport. En ik ga hier in gesprek met een aantal experts op gebied van voeding. Jochem, fijn dat we hier mogen zijn. Wat is Papendal en wat wordt hier gerealiseerd? Nou, wij werken samen met zo'n kleine 14 sportbonden die hier hun dagelijkse trainingsprogramma's hebben, wat we dan met z'n allen fulltime trainen noemen. En ik vind het mooi om te zien dat het aantal sporters wat op Papendal traint en naar de Olympische Spelen gaat, ja, dat is verdubbeld, CQ verdrievoudigd ten opzichte van 4 jaar terug. Van al die facetten die belangrijk zijn in het leven van een sportman of sportvrouw, wil ik er eentje uitlichten en dat is voeding. Wat is de visie van Papendal op voeding? We lagen echt achter, vond ik, in Nederland. En je probeerde met name op voeding te doen op basis van gezonde voeding. Zoveel mogelijk voedingswaarde halen uit de maaltijden, ontbijt, lunch en diner. En ook daarin zijn we echt op maat gaan kijken welke sport heeft nou wat nodig. Hoe gaan we dat doen? En dan vervolgens heb je passiemensen nodig, zoals Erik, die dat voor je vertalen. Jij bent de ambassadeur, de man die de visie op voeding heeft neergelegd. Ja. Hoe reageren de coaches en de sporters erop? Zij voelen zich hier thuis. En dat is misschien wel het grootste compliment. Vooropgesteld, eten moet vooral lekker zijn. Ja. Maar daarnaast bieden wij voor alle topsporters alle voeding die zij nodig hebben. En dat is allemaal puur en vers gekookt. Of puur en vers samengesteld. Wij doen dat juist heel multidisciplinair aanpakken. We werken samen met de diëtisten, voedingswetenschappers. Wat hebben we hier? Dit is 10 kilo kwark, 2 kilo aardbeien en wat honing. En als we dat in zo'n beker doen, hebben we precies 20 gram eiwit voor spierherstel. Uit pure voeding. Dus eigenlijk het verse antwoord hier binnen wordt in het topsportrestaurant voor de eiwitshake. Maar dit is een quinoa die is dus ontwikkeld op Wageningen Universiteit. Het is de eerste volkoren quinoa. En dat is ook weer precies 20 gram eiwit en ook tevens dan 50 gram koolhydraten. Voeding is heel belangrijk. Je moet echt heel goed eten. Ook weten wat je in je lichaam moet stoppen zodat je ook top kan presteren. Ik leef eigenlijk op shakes en eiwitrepen en af en toe wat rijst en wat vis. Maar voornamelijk die eiwitten die je gewoon constant aan het aanvullen bent. Waar zijn jullie nu momenteel bijvoorbeeld mee bezig? Ja, nou, een van de items waar we veel kennis en data mee vergaren is het kassenregistratiesysteem. En wat daarin is, is natuurlijk dat je een heleboel data krijgt over wat er wordt gegeten en op welke momenten. Dat is leuk voor een diëtist. Maar wij kijken ook naar het grotere pakket aan data. En dat is toch kennis wat je opbouwt en eigenlijk weer informatie uit kan gaan halen. En voor ons dus nieuwe aanpakken kunnen gaan definiëren. We hebben hier fietsers gehad die bietensap toch ook weer hebben getest. En dan eigenlijk binnen 2-3 uur na inname zie je toch wel effecten op zuurstofcapaciteit van het bloed. Een heel ander voorbeeld is eigenlijk een koolhydraatdrank die we hier met een ingrediëntenleverancier aan het ontwikkelen zijn. Waarbij een koolhydraat eigenlijk heel snel door de maag heen gaat. En de gedachte is dan dat de energie ook sneller bereikbaar en beschikbaar is voor een duursporter. Jullie hebben ook zelf producten ontwikkeld. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, waar we eigenlijk heel trots op zijn, is de reep goud in je hand. Die maak ik al jarenlang hier voor de topsporters eigenlijk van heel Nederland. En daarnaast hebben we ook het sportbrood. We maken eiwitkeken, we maken koolhydraatkeken. En daar voorzien we eigenlijk mee in een behoefte. Er is een behoefte aan goede tussendoortjes. Belangrijk, heel veel groenten. En ook het is belangrijk om heel veel water te drinken. Maakt niet uit welke sport je doet, die water is ook heel belangrijk. En ik heb er heel veel over moeten leren toen ik hier kwam, want ik wist eigenlijk helemaal niks. En in een jaar tijd nauwelijks heb ik toch aardig wat te weten gekomen over voeding. Bas, in onze tijd, als ik een tikkeltje eigenwijs, trainde ik zoveel dat ik eigenlijk vond dat ik wel kon vreten wat ik wilde. Maar dat kan eigenlijk niet meer, hè? Nou ja, ja en nee. Voeding is net als heel veel zaken in sport een onderdeel van je presteren. Maar je moet je er niet op dood focussen, denk ik dan. Maar dat geldt voor alle aspecten in topsport, denk ik. Die voeding zoals die er nu staat, is mooi. Maar over 4 jaar moet dat weer een stapje verder zijn.